Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Een extra editie van Sparta naar voren, de Sparta-podcast. Met nogal wat te bespreken natuurlijk. Heel fijn dat je er bent. Jeroen Rijsdijk, de nieuwe trainer van Sparta. Geert Nijkamp, vertrouwd gezicht, ook binnen deze podcast. Technisch directeur. Ja, dit is een mooie aflevering op voorhand, hoor, Ruud. Ja, wij vinden het ook leuk, Anton en ik, dat we er mogen bij zijn. Ja, zonder jullie geen podcast, dat weet je toch. Hey, je debuut hier. Wat is nou spannender? Hier zitten of de eerste training als hoofdtrainer? Nou, dat is toch hier zitten, hoor. Ja, dat snap ik, ja. Maar we mogen alles vragen. Wat mij betreft wel. Ook. Als het over voetbal gaat. Ik meldde net boven op de redactie van jongens, ik ben even bezig beneden de Sparta-podcast opnemen, want de directeur en de trainer zijn er. Oh, vraag dan gelijk even, dat wordt dan geroepen, hoe het is om 17e keus te zijn. Dat is het eerste wat dan bij mensen naar boven komt. Ja, bij Rijnmond zitten we er lekker positief in. Ja. Nee, maar, en dit was natuurlijk een gechargeerde vraag van iemand, maar begrijp je wat ik bedoel? Hoe mensen naar jou kijken en hoe mensen naar hem kijken in dit geval? Nou, allereerst is het voor mij geen 17e keuze, komt het niet op mij over. En ik denk dat Gerard ook hartstikke goed kan uitleggen dat de media alles wel heeft benoemd qua trainers die hem wellicht gesproken hebben, maar dat het alles reuze meevalt. Dus dat kan Gerard denk ik iets beter uitleggen dan ik. Wat is het belangrijkste wat op jouw briefje staat, Anton? Waarom we een nieuw veld krijgen? Nou, dat is, als dat het belangrijkste is, gaan we eens andere dingen behandelen als je niet erg vindt. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Want Gerard, Jeroen is geen 17e keuze, maar wel de 5e keuze. Misschien 6e keuze ongeveer. Nee, helemaal niet. Kijk, elke naam die is gepasseerd wil niet zeggen dat hij bij ons op het lijstje stond. Laat staan dat ik die... Maar een aantal heeft bevestigd. Burhalter, Blind, ja, daar praat je over Jan Schutte. Drie, denk ik, in totaal. Vier. Kijk, met Jans erbij. Of is Jans nooit een optie? Ja, Ron heb ik even gebeld. Ja, dat klopt. Ja, maar goed, het antwoord wist ik. Maar voor de vorm moest ik dat doen. Het gaat altijd weer om dat profiel. Wat zoek je? Waar sta je? Waar wil je naartoe? Jeroen voldeed vanaf moment 1 aan dat profiel. Alleen, wat we daar ook bij zochten, was ervaring. Tenminste iets meer ervaring dan Jeroen op dit moment heeft. En daar kan Jeroen niet zoveel aan doen. Want Jeroen moet dat moment ook krijgen om die ervaring op te doen. Maar op het moment dat je in eerste instantie kijkt naar ervaring, dan is het profiel nog steeds prima. Alleen dan ga je eerst op zoek naar een aantal ervaren mensen. Dus alle trainers die zijn gepasseerd met dezelfde ervaring als Jeroen zijn niet benaderd. Al wordt dat misschien wel gezegd. En op het moment dat je dus die persoon niet kan vinden, nou, dan is het heel simpel, dan schakel je door. En dat heb ik woensdag gedaan. En dan zijn we de zaterdag uit en dan gaan we gewoon met elkaar aan de slag. En toen Gerard jou voor het eerst belde, Jeroen, dacht je van, yes, ik ga het worden? Of dacht je van, ja, verdomme, had nou veel eerder gebeld? Nee, ik heb helemaal nooit zo in de wedstrijd gezeten. Ik begreep heel goed welke keuze Sparta moest maken na het vertrek van Maurice. En dat daar dan in eerste instantie voor een ervaren coach wordt gezocht, dat begrijp ik heel goed. En daar had ik met Noordin, hadden we daar ook vrede mee gehad. Alleen ja, ik snap ook als er een aantal trainers nee zeggen, dat dan een ander scenario eraan kan komen. En dat op dat moment dat je dan gebeld wordt. Ik heb niet gedacht, nu komt de kans steeds dichterbij dat Gerard mij belt. Maar toen het zover was, dacht ik, nou, eigenlijk vind ik het wel een beetje logisch, ja, dat hij uiteindelijk intern gaat zoeken. Maar waar stond je toen je telefoon ging? Waar was je en hoe reageerde je? Toen je had opgehangen. Dat zijn een paar vragen achter elkaar. Ik was thuis. Ik liep naar boven om ervoor te zorgen dat mijn zoontje van 12 niet ook deelgenoot werd van het gesprek. Volgens mij hebben we gewoon heel rustig. Heb ik even boven op onze computerkamer gebeld. En toen hing je op. Een klein vuistje toch? Nou ja, tuurlijk. Ja. Maar je gaat wel. Je weet dat je nog met elkaar in gesprek moet. Dus het is de eerste stap dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek. En dat is altijd fijn. Ja. Maar dan jullie kennen elkaar, maar je gaat dat dan stevig voorbereiden, denk ik. Ben je aangekomen met een PowerPoint presentatie of? Nou, de eerste, ja, wel een beetje. Maar heb ik eigenlijk altijd wel gedaan, zelfs in de tweede klasse. Maar dat is een combinatie. Ik ga daar niet een beamer gebruiken. Maar dat is eigenlijk meer mijn verhaallijn. Waar ik nog wat dingen uit wil leggen over wat mijn visie is. En dat verschilt niet veel van Maurice. Alleen je wil dat wel laten zien. En hoe heb jij daar dan naar geluisterd? Want
Jullie kennen elkaar en dat is natuurlijk soms een hindernis. We kennen elkaar natuurlijk anderhalf jaar, hebben we elkaar leren kennen en heel intensief met elkaar samengewerkt. Vanaf het begin als hoofdopleidingen, daarna als assistent. Dus ik heb tegen Jeroen ook op die woensdag gezegd van de speelwijze en de manier van werken, dat kennen we. Dus daar kunnen we heel snel doorheen. Maar vooral een aantal vraagstukken die er gaan komen. Of wij dat nu willen bespreken, of dat komt straks vanzelf vanuit bijvoorbeeld van jullie. Hè, van hoe ga je nu als assistent de stap naar hoofdtrainer zetten? En hoe ga je jezelf positioneren in een kleedkamer? Dat is toch een andere rol die je gaat spelen. Nou, dat soort onderwerpen hebben we vooral besproken. Nou, en daar zijn we gewoon heel goed met elkaar uitgekomen. En wat is dan het grootste verschil, als we dan gelijk gaan benoemen, het verschil tussen assistent en hoofdtrainer? Want het is best wel anders. Weet je, jij kwam een van je spelers maandagochtend tegen bij het koffiezetapparaat. En die zei, hey Jeroen, gefeliciteerd man. Terwijl hij later dacht van, hey, ik moet eigenlijk gewoon trainer zeggen. Ja, volgens mij hebben ze die stap allemaal wel vanzelf gemaakt. Ik heb nu niet gelijk al opgelegd, je moet nu trainer zeggen tegen me. Maar ik heb vorig jaar ook wel bewust enigszins tussen Noordin en Maurice ingezeten qua omgang met spelers. En dat betekent niet dat ik ben ook al wat langer trainer, assistent trainer, hoofdtrainer dan Noordin. Dat Noordin daar nog echt tussen de spelers in zit. En dat is logisch. Ik heb getracht om daar al een beetje tussenin te gaan zitten. En nou, voor mij is die stap naar hoofdtrainerschap niet zo heel erg moeilijk. In de zin van, die rol heb ik best wel vaak vervuld. Alleen inderdaad, de spelers die moeten even gaan wennen. Ik denk dat ze dat prima doen. Ze weten ook wel welke rol Noordin en ik vorig jaar gespeeld hebben en dat wij best wel ook aan de basis hebben gestaan van de ontwikkeling van de speelwijze, van de trainingen, zelfs van de wedstrijdbespreking bouwen en waar Maurice in de eindfase nog zijn sausje overheen gooide. Dus in dat opzicht verandert er in wat je wil gaan doen en moet gaan doen niet zo heel erg veel. Er zijn ook dingen die je niet meer wil hebben nu. Ja, zeker. Die je vorig jaar wel tegen jou kon zeggen. Ja, ik kan nu niet 10 dingen noemen, maar in ieder geval de manier van aanspreken van spelers, dat wordt even net iets anders. En toch is er één valkuil, denk ik. Er zullen misschien wel meer zijn, maar de grootste is dat je nu ook harde keuzes moet gaan nemen. Dat hoefde je vorig jaar niet. Dat deed Maurice allemaal. Kan je dat? Nou kijk, weet je, tijdens een training of in de omgang met spelers buiten het veld, dan moet je ook harde keuzes maken in de zin van, kijk, de keuzes maakt Maurice, maar Maurice heeft ook gehamerd op professionaliteit. En als jij als staflid, ik verwacht dat ook van andere, van medestafleden nu, dat zij ook spelers aanspreken op gedrag. Dus dat deed ik voor jou. Jij wordt er nu op aangekeken, ja, dat als je ik. Pietje passeert. Ja. Ja, nee, maar dat ik denk dat iedereen dat ook wel weet. En ik ook. Dus kijk, als je met elkaar een keus maakt om een basiself te formeren en er komen spelers op de bank, dan zullen de spelers die op de bank vorig jaar zaten ook denken van, hé, die assistenttrainers hebben mij ook niet gekozen. Dus dat, ja, zoveel verandert er niet. Maar ik snap wel wat je zegt. De echte keuze maken en de speler uitleggen. Ja, ik ben nu degene die keuze maakt. En dus, ze zullen dus naar mij kijken. En is dat ook hetgene waarop je jezelf het meest verheugt? Om spelers, om hard te zijn tegen spelers. Nou ja, om meer verantwoordelijkheid te krijgen. En nu echt de baas op het schip te zijn. Ja, nou ja. Je kan nooit altijd je een carrièrepad of zo bouwen. Maar ik ben eigenlijk al vanaf 2010 hoofdcoach van teams geweest. Alleen ik snap heel goed, ik heb geen eredivisie ervaring, maar vanaf de tweede klasse tot aan de KKD ben ik hoofdcoach geweest. En ja, dan, ik heb eigenlijk altijd voor mezelf gezegd, ik wil gewoon een betere coach worden. En dat kan in de rol van assistent, dat kan in de rol van hoofdcoach. Nou, ik heb even in de rol van hoofdopleidingen gezeten, waarin ik andere coaches coach, om het zo maar te zeggen. En ja, dan kan je niet zeggen, dan ga ik die of die positie bekleden. Als je een betere coach wil worden, moet je in jezelf investeren. Dan moet je kennis opdoen, moet je ervaringen opdoen. En ja, zo ben ik uiteindelijk op deze positie weer terechtgekomen. Mag ik één vraag? Bij wie is dan het idee gekomen, is dat bij jou vandaag gekomen of misschien bij jou, er moet een ervaren assistent bij? Nou, dat is vanuit die twee sporen, hè? Dus hetzelfde profiel, maar ervaren of iets minder ervaren. Heb ik vanaf moment 1, uiteraard samen met Manfred besproken, van hey, als we voor die iets onervaren hoofdtrainer gaan,
dan moeten we daar een ervaren coach bij zetten. Nou, in die gesprekken hebben we dat ook met Jeroen gedeeld. Jeroen had zelf ook dat idee en omarmde dat. Nou, op het moment dat we met een aantal namen kwamen, ben ik met Fouke in gesprek gegaan. Want dat is natuurlijk de naam waar we het over hebben. Fouke Boy. Dat is de ervaren coach die we bij Jeroen en Noordin zetten om een drie-eenheid te vormen. Maar ook op de momenten, de harde beslissingen, want dat is altijd bijzonder. Bij een onervaren coach gaat het om van kun jij wel die harde beslissingen nemen? Ik denk dat Jeroen dat heel goed kan. Maar hoe je daar naartoe werkt, daar gaat het natuurlijk aan het eind van de dag altijd om. En Fouke kan net even vanuit die ervaring, vanuit die momenten dat hij al in die situatie is geweest in het verleden. Nou, kan hij net eventjes de juiste tips en trucs daarin meegeven. Maar ik hoorde hem zeggen dat hij nog wel steeds de ambitie heeft om hoofdtrainer te worden. Is dat iets wat jij lekker vindt? Of van nou, dat had voor mij nou ook weer niet gehoeven? Nou, dat heeft hij niet tegen mij gezegd. Dus in dat opzicht heb ik met Fouke een hartstikke goed gesprek gehad. En als het wel zo zou zijn, maakt me dat eigenlijk niet uit. Ik heb het liefst gewoon iemand die ambitie heeft en mij van feedback kan voorzien. Dat vind ik het allerfijnste. Dan dat ik nu kies voor een wat onervaren assistentcoach. Omdat het lekker is dat die ook ja zegt. Ja, daar zou ik nooit voor kiezen. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Dus ik ben hartstikke blij met de keuze voor Fouke. Ik kende Fouke niet en heb een gesprek gehad afgelopen zaterdag. Ik geloof dat we 4 uur met elkaar gesproken hebben. Dat liep ietsje uit. Gerard werd een beetje onrustig. Had nog geen reactie van mij gehad. Nog geen reactie van Fouke gehad. Die dacht, wat is daar aan de hand? Maar we hebben eigenlijk over alles gesproken. Waar zaten jullie? Ja, dat was een geheime locatie. Okay. Oh. Ja. Er is ondergronds, Anton. Ja, we zaten in de mijn onder Maastricht. Ja. Nee. Maar dat zijn jij en Fouke. Noorden zit er dan niet bij? Nee, in eerste instantie niet. En later heb ik wel Noordin op de hoogte gebracht. Eigenlijk al vooraf dat ik het gesprek aanging met Fouke. En Fouke en Noordin hebben ook met elkaar gewerkt. Dus die kenden elkaar al. En ik vind het ook wel logisch dat ik in eerste instantie met hem zit. Zodat ik zonder dat je beïnvloed wordt door iemand anders, onafhankelijk iemand lid kennen. En is het wel snel gegaan allemaal, Gerard? Want als je Jeroen die donderdag belt, zaterdag met elkaar zit. Nou ja, volgens mij zaterdag elkaar de hand geschud. Woensdag bellen, donderdag zitten. Ja. Vrijdag nog een keer. En zaterdag met Fouke erbij. Wanneer heb je Fouke voor het eerst gebeld? Vrijdag of zo? Donderdag. Donderdag. Het gesprek met Jeroen. Want ja, de focus lag natuurlijk wel op 3 juli, de eerste trainingsdag. Ja, aan de andere kant, je hebt ook altijd gezegd, jongens, dan hoeven we er nog niet per se uit te zijn. Op 3 juli. Nee, zeker. Alleen op het moment dat je Jeroen en Noordin als assistenten laat beginnen. En 2 dagen later kom je dat Jeroen de hoofdtrainer wordt. Dat vond ik ook niet al te sterk overkomen. Dus wij hebben gewoon even een aantal dingen wat versneld gedaan. Omdat we er gewoon ook van overtuigd waren dat Jeroen de juiste keuze was. Samen met de staf zoals genoemd. En bij de assistenten ook meerdere afzeggingen of was dat gelijk raak? Nee, we hebben met 1 gesproken. Dat is Fouke gelijk ook de enige die we gebeld hebben. En dat was gelijk raak. Hoe wist jij dat hij daarvoor in was? Want kende jij hem al? Of? Ja, ik ken natuurlijk Fouke gewoon vanuit de Eredivisie. De laatste jaren technisch manager bij Cambuur Leeuwarden. Nou, daar kom je elkaar 2 keer in het jaar tegen. Ik moet zeggen, rondom Fouke is er altijd iets van, ja, het is iets van die gloeilamp. Hè? Dus hij trekt mensen aan. En altijd, ik heb nog eens wat last van spanningen voor een wedstrijd. In de zin van dat ik het, dat we allemaal graag willen winnen. En dat heb ik, en bij Fouke ga je ontspannen. En dat hoop ik ook dat Jeroen dat straks krijgt. Terwijl Jeroen denk ik iets anders voor een wedstrijd is. Vrij ontspannen altijd is. Maar we kennen elkaar gewoon vanuit het werkveld. En dan praat je natuurlijk wel eens over de tijd die hij bij Sparta heeft gehad. Maar het kwam eigenlijk best wel, je bent allerlei namen aan het bedenken van, nou, wie zou dat dan kunnen zijn? Liefst ook iemand die de club kent en bij de club heeft gewerkt. En Fouke kwam voorbij op LinkedIn met een afscheidsbericht. De tijd bij Cambuur zit erop. Toen dacht van, hey Fouke, dat kan wel eens eentje zijn die goed bij ons gaat passen en ook heel goed bij Jeroen past en bij Noordin. En die heb ik toen gebeld. Hij was verrast, hij was positief verrast.
ging er gelijk heel goed over nadenken. En nou goed, ik heb hem teruggebeld later op die dag. En we hebben vrijdag gezeten. Heeft hij nog een soort van ontsnappingsclausule? Want hij heeft natuurlijk medisch veel problemen gehad. Dit is eigenlijk... Leg eens uit, Anton, even voor de duidelijkheid. Herseninfarct. Ja, en hij is weer opgekrabbeld, godzijdank. Maar heeft hij... Is er een soort proeftijd? Want dit gaat pittig voor hem zijn op dat veld staan. Nou, opgekrabbeld, meer dan dat. Ik denk dat hij... maar goed, dan kijk ik aan de buitenkant naar hem. Hoe fit hij nu oogt. Hij is ook weer lekker aan het hardlopen. En gewoon gezond aan het leven. Onderschat ook niet de rol van technisch manager, technisch directeur. Dat is ook niet altijd even goed. Zeker bij een degradant. Gezondheid en zeker niet bij een degradant. En hij vindt het heerlijk om weer op het veld te staan. Dus dat zal ook ongetwijfeld positieve energie geven. Nee, ik ben niet zo van proeftijden. We gaan ervoor. De gezondheid is daar. Ik heb dat ook helemaal niet met hem besproken. Ik vind dat het iets is vanuit zijn kant om dat te benoemen. Nou, dat was blijkbaar niet nodig. En we gaan met deze staf daar ook, dat we 2 jaar met deze staf aan de slag gaan. Met Jeroen als kapitein op schip. Ja. Viel me wel op dat je het niet stil kon houden. Dat we allemaal alweer wisten dat Fouke Boy gebeld was. Ja, maar dat was sowieso met, een beetje de rode draad in deze afgelopen maand. Is dat heel veel naar buiten kwam voordat er iets gebeurd was. Ja, nou, met trainers is ook een beetje van deze tijd toch? Moet je aan gestoord hebben, denk ik. Nou, met de potentiële trainers is natuurlijk, dat hoort er gewoon bij. Ik was wel, wij waren best wel verbaasd over sommige berichtgeving. En hoe dat ook liep, nou, dan kun je heel makkelijk eigenlijk wel weer herleiden. Hoe bedoel je? Kan je een voorbeeldje geven? Nou goed, dat Fouke dus op zondagavond in 1 keer naar buiten kwam. Dat Jeroen de nieuwe hoofdtrainer zou worden, dat hij 2 jaar zou tekenen. Nou, dat was echt wel in detail kennis hebben van het proces. Dat is wel inside. Ja. Dat is inside. Dus daar zijn we ook best wel mee bezig om te kijken, om dat er ook nog uit te kunnen halen. En dat is ook een leerproces voor ons allemaal. Maar je zegt nu, er is een lek bij Sparta en we gaan kijken waar dat zit. Nou ja, dat hoeft niet direct in de eerste schil te zijn. Dat kan natuurlijk ook best wel wat breder zijn. We moeten het ook allemaal niet groter maken. Het hoort ook bij waar we tegenwoordig in zitten. Met de podcast, met de social media. Iedereen zit van een halve waarheid een hele waarheid te maken. We moeten daar ook niet zo spannend over doen. Dat denk ik ook. En toen, voordat de training begon op maandag, heb jij met een aantal spelers gebeld. Van Jeroen wordt de hoofdtrainer. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat was het draagvlak? Ja, natuurlijk ga je zeggen, iedereen... Ze vinden het helemaal niks. Nee, dat antwoord wil je niet horen? Of? Nee, maar wat zeiden ze? Ja, waarom deed je het? Ah, ik vind het altijd belangrijk dat het draagvlak is voor onze nieuwe hoofdtrainer. Maar had jij verwacht dat de spelers zouden zeggen, nee Gerard, vind ik echt helemaal niks? Nou, nee, ik wacht niet op dat antwoord. Ik wacht meer van wat er achter dat antwoord meer zit. En ik weet ook inmiddels wel dat ik bepaalde momenten even wat moet doorvragen. Alleen ik wilde wel een bepaald gevoel net ophalen hoe daar naar gekeken werd. En ik denk dat Bart het op ons eigen kanaal perfect heeft verwoord. En dat geeft wel aan van hoe ieder erin zat. Toen met het maandag, hoe was dat van jou, zo'n eerste training? Met 3 cameraploegen langs de lijn, voor mij 4 of 5 misschien wel. Wat ze schrijven de journalisten. Je wilt natuurlijk een goede indruk maken op de jongens. Hoe was het voor jou? Ja, ik denk dat... Tuurlijk is het spannend. Ik zal niet ontkennen dat dat natuurlijk een van de mooiste momenten is tot nu toe uit mijn leven. Dat je voor een eredivisieploeg werkzaam bent als hoofdcoach. En dat je dan de eerste training mag leiden. Maar ja, eigenlijk ben ik daar denk ik best wel ontspannen mee omgegaan. Ik heb me heus goed voorbereid. Ik heb nagedacht over welke vragen er mogelijk zouden kunnen komen. Een beetje met behulp van Wes. En dat opzicht... Ja, nou, en natuurlijk met Gerard daarover gehad. En daarnaast gewoon de training goed voorbereid. Ik denk dat het best wel een mooie dag was en dat ik ontspannen was daarin. Mooi. Toen bekend werd op die dag na Twente uit dat Maurice Steijn naar Ajax zou gaan. Toen zei Adil Awassar al gelijk, joh, het maakt niet zo heel veel uit wie er voor de groep komt. Hij gaat werken met een geweldige groep. Er kan niet zo heel veel fout. Heeft Maurice Steijn ook gezegd? Deel je die uitspraken?
Ja, ik denk dat het een hartstikke goede groep is. Ik denk dat we vorig jaar als staf en spelersgroep onwijs goed hebben samengewerkt. Dat er chemie was. En natuurlijk hebben we ook kwaliteit in de groep zitten. Dus ik snap wel wat Adil en Maries zeggen. Alleen toch zal de dynamiek van de groep weer anders worden. Andere spelers erbij. Ik als hoofdcoach, dat zal net een iets andere dynamiek geven. Maar ja, we gaan gewoon ons uiterste best doen om... wederom een jaar te bouwen waarin we goed samenwerken. En ja, dan komt vast ergens de vraag, wat zijn dan de verwachtingen en wat zijn de doelstellingen? Nou, dit is straks pas, maar we kunnen het gelijk doen. Hoor, als je misschien is dat iets wat, Gerard ook straks nog kan benoemen. Ik vond de technische directeur trouwens, Jeroen, die vond ik een beetje voorzichtig, man. Die zegt handhaving. Vond je dat ook niet een beetje? Ja, daar kan je toch geen genoegen mee nemen? Kijk, ik snap ook wel dat je niet voor Europees voetbal gaat, maar... Ik vind handhaving. Ik vind dat zo raar. Ik vind de doelstellingsvraag zo gek. Ja, gaan we dit weer krijgen? Ook in dit moment is dat natuurlijk gek. Nee, maar het is überhaupt gek. Nee, dat helemaal gelijk. De eerste wedstrijd, Pek Zwolle uit. Wat wil je dan doen? Voor mij wil je dan winnen. Tweede wedstrijd, Feyenoord thuis. Wat wil je dan doen? Voor mij wil je dan winnen. Voor mij wil je 34 keer winnen. Dat is toch je doelstelling? Zeker. 34 keer winnen. En ik weet, gaat niet lukken. Maar dat is wel je doelstelling. Iedere vrijdag zeg je, komende zondag wil ik winnen. Dat is je doelstelling. Ja, toch? Maar ben je het ook een beetje met mij eens? Ja. Dat als Gerard zegt, handhaven. Als je nu al kan tekenen voor plek 15, doe je het. Nou, in eerste instantie vind ik gewoon dat wij moeten handhaven in de Eredivisie. Alleen wij hebben een ambitie daarbovenop. We hebben het 12e spelersbudget. Ik denk dat daar niet zo heel veel aan gaat veranderen ten opzichte van het vorige seizoen. Misschien plekje hoger, misschien plekje lager. Ik denk niet lager, want met Heracles, Almere en Pek Zwolle erbij. Die gaan denk ik niet over ons heen. Of tenminste, dat weet ik wel zeker. Dan zit je toch op je 10e begroting? Ja. En nee, 11e begroting. En Groningen is weggevallen, die stond 7e, dus je schuift een plekje omhoog. Ja, dus dan vind ik gewoon dat je een ambitie ook moet hebben om boven die handhaving, dat je daar beter gaat presteren. Nou. En dat doen we elke dag. En je wil elke dag winnen. Zoals we het vorig seizoen denk ik heel aardig hebben gedaan. En dan gaan we helemaal niet het terugmanagen van... nu maar even wat rustiger aan. Nu wel een paar keer verliezen. Ja, want dit gaat wel heel veel premies kosten, bijvoorbeeld. Maar zonder gekheid. Het gaat er natuurlijk om dat je zo hoog mogelijk wil eindigen. Maar we beginnen met een basis. We weten niet waar we op 1 september staan. We hebben een goede groep. We hebben denk ik ook een hele goede staf. Dat is dat kan een goede connectie zijn met elkaar. Alleen, we zitten ook in een voetbalbedrijf waarin heel veel dingen gaan gebeuren. Gebeuren. Hij komt nog wat aan. Ja. Hij komt nog wat aan. Inderdaad. Wie gaat er weg? Bijna iedereen. Nee, maar. Wij zijn heel simpel. Als Bijlo van Feyenoord naar Manchester United gaat. Ja. Als Bijlo naar Manchester United gaat, dan komt Feyenoord voor Olij. Daar kan je vergif op innemen. Al wordt Noppert ook genoemd, maar inderdaad. Nou, zou ik lekker voor Olij gaan. Ja. Ik zou Noppert nemen. Jij slaapt toch met een Sparta? Ik ben wel realistisch. Ja. Dus mensen die nu weer zeggen, hij praat iemand naar Feyenoord. Nee, ik denk dat het zo werkt. Want Nederland heeft zitten snurken met Olij, toch? Ja, de voetbalwereld. Dat hij nu pas ontdekt werd. Ja. Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Nederland is wakker. Nederland weet hoe goed Olij is. Dus als Bijlo vertrekt, vind ik het heel logisch. Dan komt er een zak geld. Ja. Dan gaat toch ook ons spelersbudget gelijk omhoog? Nee, dat zijn altijd eenmalige inkomsten met verspreide betalingen. Dus dat kan niet zomaar eventjes bovenop je spelersbudget worden gegooid. Al dachten mensen dat in het verleden misschien wel. Maar zo werkt dat niet. Dus we moeten gewoon zorgen met andere inkomsten, media. In de toekomst hopelijk ook dat we dat stadion nog beter kunnen uitbuiten. Ja, moet je meer exporteren. Toneelstukken doen. Hè? Meer toneelstukken in de zomer en in de winter, begrijp ik. En in de winter. Dus dat zal ook mooie inkomsten genereren. Maar stel nou dat je 8 miljoen vangt, of wat dan. Nou, laat ik eerst vragen, wat ga je aan de Kloeze vragen voor Olij? Dat is heel wat is die waard? Ja. Ik wil allerlei... Ja, goed, zo kunnen we nog een aantal spelers noemen. De kern van deze selectie is heel goed. Op het moment dat er onderweg iets gaat gebeuren, wat we eigenlijk niet kunnen weerstaan, en voor de toekomst van Sparta ook goed is, en waarin we kunnen groeien als club, moeten we daar niet voor weglopen. En neem maar van mij aan dat we ook natuurlijk ons plan B hebben.
onze schaduwlijstjes. Want dan gaan we gewoon weer door. Maar dus Bijlo, Feyenoord vind ik een logische. Kitolano AZ schijnt ook een logische zet. Oh, je gaat echt iedereen. Maar, nee, maar dat zijn al verhalen die je hoort. Maar er is nog geen club zich gemeld. Nee, niks concreet want nu. Dat zijn de twee pareltjes, toch? Zeker. Nou, Laurits is ook niet zo'n verkeerde speler natuurlijk. Nee, maar als dat allemaal afvalt, dan kan je weer opnieuw beginnen aan je eerste training. Want even voor de duidelijkheid, ik wil even naar de samenstelling van de selectie. Voor de zomer kwamen Clement, Bakari en Warmerdam. Na de zomer Rosales, Anello en Veldhuis. Brim en Lokilo komen terug. Vergeet ik dan nog iemand? We hoorden trouwens. Mag nou, even gelijk op Lokilo. Ja? Lokilo die gaat de club verlaten. Oh, wat gaat hij doen? Daar gaat vandaag wel wat duidelijkheid over komen. Die gaat naar een andere club. De naam kan ik helaas nog niet noemen, omdat hij zelf nog niet definitief akkoord heeft. Wij hebben wel over de transfersom een akkoord. Dus niet in Nederland, hè, denk ik. Niet in Nederland, Turkije. Buitenland. Ja. Oké. Okay. Ja. Veel verlies opgeleden? Nee, helemaal niet. Integendeel? Of een beetje kiet? Nou, goed, het gaat niet om de bedragen. Maar nee, maar dat zeg je altijd. Maar dan gaat het bij ons wel om. Nee, nee. Maar geen verlies. 8 miljoen. Dan wil ik ook graag een naam noemen. Wij hoorden dat Rietsmeijer gaat meetrainen. Is dat die jongen die ook bij Cambuur heeft gespeeld? Nee. Rietsmeijer, dat is een Duitse jongen van Fortuna Düsseldorf, een keeper. Oh, kijk. Ja. Die heeft in het voorjaar meegetraind. En die zal vandaag voor de eerste keer aansluiten. En dan komt straks ook ergens een persbericht. Maar goed, als jullie pas om 1 uur naar buiten gaan, dan is dat bij deze bekend. Zal de vierde keeper worden? Vierde keeper? Ja, het is een jongen van 19. Ja, oké. Okay. Ja, in de selectie. Die zal mee gaan trainen volledig bij 1. Maar zal ook vooral veel wedstrijden gaan spelen bij Jong. Oké, okay, en dat is voor Fortuna Düsseldorf. Okoye ook, hè? Ja. Zeg ik uit mijn hoofd, ja. Nou ja. Daar hebben we geloof ik wel een keer iets eerder wel aardig goeds gedaan. Dat was wel oké, toch? Ja. Okoye, die heeft iets heel slecht gedaan natuurlijk. Nee. Maar goed, als Olij weggaat... Even postuur van Okoye. Oké. Okay. Als Olij weggaat, dan moet je toch echt weer de markt op voor een keeper dan, denk ik. Wie er ook weggaat, dan gaan we de markt weer op. Uiteraard kijken we ook altijd binnen onze eigen selectie hoe het dan ervoor staat. En dan hebben wij de lijstjes klaar om te kunnen acteren. Gaan we ook al je bellen? Nou, ik denk dat allemaal wel blij van worden, als dat zo is. Een voorbeeld, ja. Waar ligt voor jou... Heb je jaar niet gekiept, hè? Nee, maar dat verkiepen verleer je niet. Dat is net fietsen. Nee, dat is ook zo. Toch. Eigenlijk jongens, is heel simpel. Het klinkt echt heel simpel. Ja, dat kunnen we allemaal een paar keer hier bij de podcast zitten. Ja, zo is het. Natuurtalent. Wat ben je nou een trainer die zegt van... joh, ik wil graag op deze positie er een speler bij? Nee, ik denk dat dat in heel goed overleg gaat. Kijk, ik heb nu een selectie gekregen die min of meer vergelijkbaar is als vorig jaar. En ik snap echt goed waar jullie het over hebben, dat er mogelijk interesse zal zijn. Alleen hoe concreet jullie het maken, dat is nog maar de vraag. Hè? Of spelers dan benaderd worden als spelers bij een topclub weggaan. Ik ga er nu vanuit dat dit de groep is. En ik vertrouw Gerard en de scouting enorm als het gaat over het samenstellen van de groep. Dus als daar iemand wegvalt, dan komt daar gewoon een nieuwe. En ik denk dat inmiddels ook wel, dat afgelopen jaar ook bewezen is. Dat er gewoon goede vervangers komen. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. En een van de meest gestelde vragen is, komt er een tweede spits achter Lauritsen? De eerste... We hebben dat natuurlijk met Melkersen hebben we dat gedaan. Ja. Alleen je hebt gezien van hoeveel Melkersen heeft gespeeld. Melkersen is niet mislukt omdat Melkersen een slechte speler was. Melkersen is er niet uitgekomen omdat Tobias Laurensen zo superfit is gebleken. En eigenlijk ook, en dat waren de keuzes van de staf, toch lang in de wedstrijd moest blijven. Vanuit zijn kopkracht, vanuit het vasthouden van de bal. Waarin dus Melkersen... bijna geen kans heeft gekregen. Nou, dan kun je zeggen van, dan gaan we toch maar weer een Melkersen halen met dezelfde uitkomst. Nee, zeggen we gaan meer naar een multifunctionele voorhoedenspeler die ook eventueel Tobias kan vervangen. Dus daar zijn we naar op zoek als Charles naar de Gold Cup direct terug gaat komen. Brim. Niet als, maar hij komt terug. Ja. Brim. Dan zal hij een van die spelers kunnen zijn. Koki heeft het natuurlijk in de play-offs ook een paar keer gedaan in die eindfase. Kan dat ook doen. En dan kun je daarin wat meer kijken naar een andere balans, een andere compositie voorin. En niet zo te veel richten op die spitspositie, die backup daar. Maar wat Brim betreft, de Gold Cup gaat nu pas beginnen. Hè? Maandag is kwartfinale Amerika-Canada. Hè? Ja, dat kan het in één keer over zijn. Bel jij het gelijk of zal ik het doen? Die hebben we even nodig, hè? Ja, precies.
Dinsdag moet hij terug. Je zei dat hij niet zou gaan. Weet je nog? Bij ons in de podcast. Ja, dat is toch... dat was mij toegezegd. Alleen dat is toch met gesprekken. Want zo gaat het dan toch altijd toch iets anders geworden. Ja. Het kan toch ook goed krijg zijn. Hem later. Ja. Maar is toch ook alleen maar mooi dat een speler die bij Sparta terechtkomt... gewoon met Canada op de Gold Cup heeft gespeeld en ook gewoon is ingevallen al. Dus ja, ik denk dat Charles zich ook heeft ontwikkeld. En afgelopen jaar hebben we ervoor gekozen om hem te verhuren aan Eindhoven. Ja, ik denk dat Charles een hele bruikbare speler kan zijn voor ons. Ik hoop enerzijds dat hij het hartstikke goed doet daar. Natuurlijk willen we dat hij zo snel mogelijk terug is bij Sparta. Toernooiervaring weegt zwaar toch in de carrière van een speler. Dus het zou voor hem mooi zijn. Voor je land. Het zou voor hem mooi zijn dat hij de finale haalt. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar bedoel, daar word je alleen maar beter van. Hè? Hij heeft al vakantie gehad en hij is nu naar de Gold Cup. Dus in dat opzicht is hij ook fit als hij terugkomt. Dus ja, dat is toch mooi. Anton, voordat we straks naar jouw lijstje toe gaan, wat gaan we eerst doen? Heb jij nog vragen over spelers, over selectie? Anders gaan we. Een supportersvraag. Maar als Anton. Nou, als we het hebben over onervaren trainers bij Sparta, moet ik toch terugdenken aan Gert Aandewiel. Dat is heel, heel lang geleden. Maar die werd voor de leeuwen gegooid en vervolgens niet beschermd. Wat nou als het tegen zit, die eerste fase? Met een onervaren trainer. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat je iets heel goed zegt en dan geef je zelf een antwoord op. Die niet werd beschermd. En ik vind niet dat we Jeroen hoeven te beschermen. We moeten Jeroen wel zo goed mogelijk neerzetten. Waarin het maximaal uit Jeroen gehaald kan worden. Maar ook uit de staf. Waardoor ze dat maximaal kunnen doorzetten op die spelersgroep. Ik weet bij God niet wie toen de assistenten waren van Aandewiel. Sparta zat in een volstrekt andere situatie dan dat het nu is. Goede groep. We hebben Fouke erbij gehaald. We hebben Noordin. Die ook de nodige ervaring nu heeft. En dat is gewoon een juiste cocktail, denk ik, om succesvol te zijn. Toen waren we nog wel een cowboyclub, hè? Toen werd Aandewiel al vastgelegd, terwijl William Vloed nog aan het seizoen moest beginnen. Ja. Hadden we voor 4 jaar, geloof ik. Voor 3 jaar. Dus ja, toen... Dat is compleet het was voor de media eigenlijk. Heel leuk om te volgen, maar vanuit binnen klopte dat natuurlijk niet. Weet jij van jezelf wat bij jezelf beter moet? Waar er nog ruimte ligt voor ervaringen. Ja, maar dat nee, ervaring gekheid. Krijg je nee. door te ervaren. Nee, ja. Nee, kijk, ik denk dat iedereen... er is altijd ruimte om jezelf te ontwikkelen. Dus in dat opzicht geldt dat zeker ook voor mij. Er zijn een aantal dingen die je voor jezelf scherp hebt. Hè. Dus als je, durf je dat te zeggen? Nou ja, ik denk wel dat dat een aantal dingen op eredivisieniveau nog scherper moeten. Hè? En in dat opzicht. Als je puur kijkt naar wat is nou belangrijk als trainer, dan kom je uit bij training geven, wedstrijden coachen, aansturen van je staf en spelersgroep. Maar ook het managen van de omgeving. Ja, dat is nu natuurlijk gewoon groter dan ooit tevoren. Dus hoe ga ik om met. Technisch directeur met de algemeen directeur intern. Je hebt natuurlijk nu opeens een podcast. Die heb ik ook niet eerder gehad. De pers is veel groter. Dus dat stapje, mezelf daar goed in neerzetten, dat kan nog beter. Maar ik denk dat ik mezelf best... Op jouw LinkedIn-profiel, je hebt natuurlijk ook gewerkt op de Haagse Hogeschool. En daar gaf je ook trainingen in presenteren en interviewen. Je hebt je goed voorbereid, hoor ik. Dat hoort, ja. Ja, nee, ik kijk in dat opzicht... Kijk nog even goed naar dat social media van hem, want dat is binnenkort is dat eraf, denk ik. Ja. Ik heb hem al aangepast. Dus dat is het laatste wat je hebt kunnen vinden. Tot ziens. Ja. Nee, maar bedankt. Jij hebt training gegeven in presenteren. En mag ik dan zeggen dat ik jou toen na Heerenveen, die wedstrijd thuis, dat jij Stijn verving... Vond ik jou niet altijd heel erg goed overkomen in de media. Ja. Nou, terwijl het hier en ook afgelopen maandag ging het een stuk beter, vond ik tenminste. Ja, kijk, het is natuurlijk altijd even wennen weer om hier voor een groter gezelschap te zitten en je verhaal te doen. Maar ik denk dat ik me in het algemeen best wel goed kan verwoorden, dat ik weet wat ik wil, dat ik over dingen heb nagedacht. En ja, dan ik snap heel goed, dat was natuurlijk de wedstrijd tegen Heerenveen. Maurice die ziek is, op het laatste moment hoor je dat je moet vervangen. Je moet na de wedstrijd moet je ook voor de camera staan. Dat was natuurlijk allemaal wat hectischer
dan als je nu weet dat dit gaat gebeuren? Wat deugde daar niet aan dan? We hadden geloof ik 4-0 gewonnen. Wat was ja, ik de leukste avonden van het seizoen. Ja, zeker. Ik weet niet wat jij gezien hebt. Maar ik vond dat het een beetje weifelend was. Ja. Snap je dat ik dat en daarin, als je dan toch iets noemt waar wil ik een stap in maken, dan is dat het. Dus, maar wat was er gebeurd? Want ik weet precies wat je bedoelt. Wat was er gebeurd als hij die avond gezegd van nou, ik heb het even neergezet hier. We hebben 4-0 gewonnen, we hebben Maurice helemaal niet nodig. Dit kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Ik wil ook niet al te lang bij stilstaan, want het is maar een klein onderdeeltje van het vak natuurlijk. Ja, maar hij moet echt met meel in de mond praten, omdat Maurice... Dat hoeft helemaal niet. Ja, ik denk het wel, want hij maakt onderdeel uit van die staf. Ja, je kan er ook een grap van maken en zegt van zo, dit heb ik even goed neergezet, ja, maar blijft maar lekker dat kan tegenwoordig dus dat niet kan meer. Echt, dat doet de media dan verder niks mee. Als je dat op een normale manier met een knipoog doet, kan dat echt wel. Maar dit is echt een heel klein onderdeel. Nee, journalisten hebben echt geen gevoel voor humor. En als hij zou voor een grap zou zeggen, joh, ik heb het even goed neergezet, dan wordt dat losgeknipt, dan gaat dat rond op social media. Ik denk dat het wel meevalt. En dan vindt iedereen Jeroen Rijsdijk een arrogante klootzak. Dus hoor ik nu dat je een intelligente, leuke fan bent. Dus je hebt een goed begin gemaakt. Daar gaat het om. Daar wilde ik nog even naartoe voordat we naar de kijkersvragen gaan. Jij als supporter, of eigenlijk jullie als supporter, hoe heb je nu die laatste week ervaren? Heb je vertrouwen in het nieuwe seizoen met Jeroen Rijsdijk, met Voetbalboy, met Noordin erbij? Zeker. Ja? Staat heel goed. En dus ook de selectie zelf stond veel beter dan ik had gedacht. Op trainingsdag 1. Met allemaal nieuwe namen. Dus, en ik vind het verhaal met Fouke erbij ook sterk, eerlijk gezegd. Ook al kan ik Fouke nog herinneren als trainer van Sparta. Ja, dat was heel goed. Noem het maar. Was goed. Dat was heel goed, maar... Maar komt Dries Mertens. Dries Mertens. Hij zit hier onder de tafel al. Ja, bij mij op schoot. Ja, want die kaapte die weg... Niet Jeroen, dus Die kaapte die weg bij AGOVV toen die trainer werd. Of wat technisch directeur bij Sparta gezegd, die moeten we niet nemen, die is te klein. En hij ging naar Utrecht en toen nam die als eerste Mertens over van AGOVV. Ja. Dat is het verhaal. Ja. Kunnen we dat nog eens even... Nee. Dat is een oude koe, maar dat is vergeten en vergeten. Nee, volgens mij staan we er goed voor. Ik ben wel echt van de roze wolk afgedonderd op de avond waarbij we het seizoen afsloten. Ook omdat we natuurlijk op het veld echt wel hoorden dat Maurice naar Ajax ging. En dat jullie met alle respect een toneelstukje deden op dat podium. Want we mochten het nog niet weten. Of ik weet niet precies wat er allemaal gebeurde. Dat was echt een gekke avond, Gerard. Het was wel een gekke avond. Maar op dat moment kwam het bij ons net zo binnen als bij jou op dat veld. Dat was te zien ook. Jij concludeert dan gelijk, hij gaat weg. Maar dat was op dat moment nog helemaal niet definitief. Waarom zou ik dan mij anders moeten voordoen dan dat ik heb gedaan die avond? Of wij allemaal, inclusief Maurice zelf. Er moest nog een gesprek plaatsvinden. Die heeft maandagochtend plaatsgevonden. En woensdag is hij gepresenteerd. Dus wat in de VI van deze week staat, dat er al een tijd een akkoord was, dat klopt niet? Niet met ons. Okay. Nee, ik wist pas op die avond dat het Ajax was. Ja. En daar was ik net zo verrast over als jullie. Mag ik mijn supportersvraag nog stellen? Nee, want we gaan eerst naar de post van de kijkers. Nee. Andere mensen gaan voor. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor gaan we even snel doorheen dus. Kees, ruim een maand geleden, Gerard, gaf je aan in gesprek te zijn met Mike Eerthuizen over verlenging. Hoe is het daarmee? Moet er geen haast gemaakt worden, aangezien er veel clubs op zoek zijn naar een goede centrale verdediger? Mike heeft nog een contract voor 2 jaar. We zijn met elkaar in gesprek. Die gesprekken gaan goed. We willen Mike nog een extra jaar aan ons binden. Gaat dat lukken? Ja... Dat weet je niet, maar zoals het er nu uitziet, heb ik goede hoop. En dat is dan een opgewaardeerd contract? Ja, zo moet je dat zien. Ja. Franklin stelt de vraag aan Nello. Dat is toch een non-EU-speler met een hoog salaris? Druk dat niet op het spelersbudget, maar die heeft een... Italiaans paspoort. Precies. Milan, is er nog kans dat Abels volgend seizoen Spartaan is? Nou goed, dat staat toch wel in de sterren geschreven. Jeroen heeft een gesprek met Dirk om nog aan te geven van hoe wij naar hem kijken. Dat zal niet veel anders zijn dan ik hem al heb verteld. Maar ook Dirk wil dat graag van de nieuwe hoofdtrainer horen. En op basis daarvan gaan wij kijken of we toch nog tot elkaar kunnen komen of dat onze wegen gaan scheiden. Wat denk je? We gaan het gesprek eerst aan en dan wachten we het even af. Hoe ziet Mr. Rijsdijk de ontwikkeling van Pedro Alemán? Kan die belangrijk zijn dit seizoen? Dat vind ik een mooie vraag. Ja, nou kijk,
Kijk, nog. Dankjewel, Milan. Pedro is vorig jaar in de winterstop gekomen in een goed draaiend team. Met ook nog eens, als je de middenvelders bekeek die hier zaten. Jeremy van Mullum, Joshua Kitolano, Jonathan de Guzman, Arno Verschuren. Younes Namli was toen net geblesseerd. En Sven Meijnans. Er zat behoorlijk veel concurrentie. Dus we hebben gewoon tegen Pedro gezegd. Eerst wennen, een half jaar, aan de taal, aan Nederland, aan hoe wij spelen. Ik denk dat hij dat hartstikke goed heeft gedaan. Misschien nog niet tot heel veel invalbeurten gekomen. Dat is waar. Dus voor jullie is die ook nog best wel onbekend. Ik denk dat Pedro gewoon hartstikke goed kan voetballen. Nu eigenlijk een voorbereiding mee gaat maken vanaf het begin. Dus dat is toch heel anders dan als je in de winterstop instroomt in een goed draaiend team. Dus ik denk dat Pedro gewoon zichzelf moet laten zien. En dan gaat hij. Moeten we komen tot een basiself. En dan gaat Pedro ook gewoon de concurrentiestrijd mee. Maar die gaat een grotere rol spelen normaal gesproken dan het afgelopen half jaar. Nou, dat is aan hem. Iedere speler stelt zichzelf op. Dat doen wij als uiteraard maken wij keuzes, maar een speler stelt zichzelf op. En dan is die Rosales die erbij is gekomen, die Spaanse rechtsback, is natuurlijk wel lekker ook voor hem en ook voor elkaar, dat ze elkaar hebben. Ja, nou, ik moet zeggen dat hij de eerste twee trainingen een hele goede indruk maakte. Ja. Dat hoorde ik ook. Ja. Dus ik ben reuze benieuwd hoe Sergi zich verder ontwikkelt. Maar het is een hele leuke, intelligente jongen. Je hebt zijn interview misschien gezien. Ik vind het een vrolijke Spaanse, temperamentvolle jongen. Dus ik ben reuze benieuwd. Is dat een ontdekking van Jesper? Komt hij uit het systeem? Ik weet het antwoord al wat nu gaat klinken. Nou ja, ga je gang. Dat is een ontdekking van ons allemaal. Ja, precies. Ja. Maar is dat een statistieke verhaal? Dat is gewoon datgene wat Jesper hier een keer heeft uitgelegd. En zo gaan we met alle spelers om. Gerard, wie is de tegenstander op de open dag? Dat kunnen we helaas nog niet zeggen. Dat het een eredivisieclub is, dat is het enige wat ik wel mee kan geven. Almere. Dus een mooie laatste test voor. Ik gok. Een mooie laatste test voor. Waarom kan je het niet zeggen? Uitwedstrijd tegen. Nou, er zijn nog wat documenten die getekend moeten worden. Okay. Vergunningen en dat soort zaken. Het zou wat zijn als de besloten wedstrijd wordt op de open dag. Open dag. Moet je dan moet buiten blijven staan. Ja. Nou, dan mogen de brieven gestuurd worden naar de bestie van de stand. Ja. Het is een teleurstelling, hoor. Die hele voorbereiding van ons. Als je kijkt naar de Europese namen, hè, dus heb je Huddersfield Town, Heerenveen. Huddersfield Town, daar hadden we graag heen gewild. Heerenveen Creta, NEC Venezia, Zulte Waregem Excelsior, Luzern Excelsior, Utrecht Espanyol, Stuttgart Vitesse. Dat zijn allemaal mooie affiches. Sparta speelt toch ook tegen Zulte Waregem? Ja, in Goes. Ja. Wij gaan ook nog een internationale wedstrijd spelen. Yes. Maar wel in Nederland. Oké. En mogen we erbij zijn? Moet daar iemand anders voor aan? Dat is nog een goeie. Daar moet ik nog eens even mij in verdiepen. Oh. Dat weet ik niet. Op het kasteel of gewoon bij een amateurclub? We gaan die wedstrijd spelen bij de KNVB. Op de campus. Zeist. Nou, daar zijn supporters denk ik niet welkom. Nee, maar ik ga mijn vraag er nu toch doorduwen, want hij heeft het over besloten. Wat is er op tegen om op je eerste training toch supporters toe te laten? Waarom doe je dat niet? En dan ga je nu zeggen, er wordt gebouwd. Maar ik heb begrepen dat Sparta supporters geen stenen gooien bij een eerste training. Dus nee, dat zijn gemeente en de aannemer die dat hebben besloten. Maar als de amateurs van Sparta thuis speelden, de kampioen, toen stonden er ook 500 man langs de kant op te brengen. Ja, ja, misschien was het een idee geweest om elders dan die training te doen plaatsvinden. Dat is niet gebeurd. Omdat het gaat om de kwaliteit van het veld. Die is echt fantastisch. Sportbedrijf Rotterdam verdient een groot compliment. Arjan van der Laan is daar heel erg nauw bij betrokken. Dus we zijn daar heel erg blij mee. Maar we moeten nog even door die zure appel heen. En volgend seizoen zijn al die 500 supporters welkom op Te Breggen, kan ik je vertellen. We gaan de blessuretijd in, jongens. Nog een minuut of vijf ongeveer. Nog een vraag van de jongens van de King of the Castle podcast. Zijn alle verrassingen al binnen? Heb je iets bij de NOS over gezegd? En wie is de nieuwe speler die de Nederlandse competitie zou kennen die eind vorig seizoen bekendgemaakt zou worden? Ja, de verrassing was natuurlijk, zat erop dat de staf. Okay. Jeroen als hoofdtrainer en dat we Fouke daarbij wilden halen. Met spelers zijn we altijd nog aan het kijken. Er gaat ook wat er nog uitgaat. Jason gaat nu de club verlaten, dus de tijd zal leren. Dan kom ik gelijk bij Stijn. Wat gebeurt er dan met Van Mullum en Brouwer? Worden die verhuurd aan een KKD-club?
Dat zou kunnen. Hè, want we moeten ook naar speelminuten kijken voor spelers. We zijn nog niet zo ver, want we hebben gezegd van we gaan deze week met de hele groep trainen. Volgende week gaan we een trainingskamp. Dan ben ik erbij en dan gaan we daar heel intensief met de andere leden van de staf ook over praten. Van wat goed is voor een aantal spelers, waaronder Van Mullum en Brouwer ook. Ruud, nog een vraag voor jou van Justin. Kunnen de interviews van Sparta ook op YouTube? Via de app gaat het wat moeizamer. Dus we komen toch regelmatig op YouTube? Niet allemaal. Niet allemaal. We hebben daar een beleid op. We donderen niet zomaar alles op YouTube, maar regelmatig. De interviews van afgelopen maandag met Gerard en met Jeroen staan gewoon bij ons op YouTube. Ja, zeker. Dus echt de grotere namen of de meest spraakmakende interviews, die komen op YouTube. We hadden altijd Royston Drenthe en Lars Veldwijk bij Sparta. Die zetten we altijd op YouTube, want zeker toen hij nog een relatie had met Monica Geuze, scoorde dat als dierenlier. Dus mocht je onze plezier willen doen, hou Lars Veldwijk terug uit Zuid-Korea. Dat is goed voor de hits. Ik denk dat Lars Veldwijk het nog steeds hartstikke goed doet. Dus als je ons een lol wil doen voor de hits. Dus in het profiel hoor je spelers die iets met een influencer hebben. Nathan Rutjes wat vaker zo. Weet je, dat scoort als een tierenlier. Dit zijn de meeste vragen. Anton. Aan mij. Krijgen we nou een nieuw veld? Klopt dat? Nou, het veld in het stadion doel je dan op. Dat is niet eruit gegaan. Dat is alleen maar afgeschaafd, want een veld met zoden, dat gaat maar 1 jaar mee. En we gaan nu een nog beter veld krijgen. Ik kan bijna niet geloven dat kan. Echt op nummer 1 dadelijk. En dat groeit nu alweer heel mooi door. Dus de wortel is er niet uitgehaald, maar is wel afgeschaafd, de top. En dat gaat nu groeien. En dat moet op 5 augustus klaar zijn bij die open dag waar we tegen die Eredivisie club hopen te gaan spelen. Derde zijn we geworden in de veldcompetitie. Ja, bizar, hè? Klopt. Ja, ja, dat is, ja, we stonden natuurlijk met dat kunstgras onderaan, of bijna onderaan. Het was echt om van te genieten. Ja. Is het dus nog steeds betaald door de familie Nolet? Ook al deze kosten? Of is het veld voor ons nu een dure kwestie? Nu balanspost. Voor ons. Voor ons. We zijn er, Anton. Ja, we zijn er. Kom op, de man is een maand in de war geweest van zijn toneelstuk. En dat wil je gewoon nu niet over hebben. Ik heb hier Anton over theatershow staan. Je mag even heel kort nog zeggen hoe geweldig... Dat was fantastisch. 5 uitverkochte avonden op het kasteel. En een toneelstuk dat de diepte inging, wat af en toe een beetje spannend was. Voor mij wel, als je er niet aan gewend was. Ja, want Ruud, jij bent geweest. Ik kon helaas niet die avond, maar jij bent wel geweest. Ja, en een kleine nuance. Jij zegt 5 avonden uitverkocht kasteel. Dan denken mensen 10.500. Dat zou mooi zijn. Dat was het niet. Hè. Het was de sponsorbox op het kasteel. Het was zeer gezellig. Het eten was goed. Alleen het was wat abstract toneel. Wat concreet eindigde. Dat einde vond ik leuk. Sparta Lied, gedicht van Deelde. Dat abstracte gedeelte aan het begin. Daar heb ik wat moeite mee. Maar dat zegt meer over mij dan... En over uitverkocht, dan hebben we het over een mannetje of 100, toch? 150, 200 per keer. Ah. Nou, vertel maar. Maar voor herhaling vatbaar. Ja, zeker. Het was een gouden avond. Ja. Het was ook een ode aan al die spelers die op het kasteel hebben gespeeld. Die in de muren zitten, zoals de hoofdrolspeler zegt. Ik vond het wel een beetje dubieus. Dat er zo'n heel groot artikel in het AD stond. Allemaal geweldig, maar er stond geen naam bij. Maar ik denk dat ik wel weet wie dat heeft geschreven. Maar daar doen we verder geen uitspraak over. Ga je naar jullie vakantieplannen? Want moet nog beginnen. Dat is gek. Want ja, wij zijn 9 augustus terug met de podcast. Zijn jullie dan terug? Nee. Jij niet? Ik zit tot 13 augustus in Servië. Ik ben terug, ja. Ja, want jij komt net voor de familiedag terug, hè? Ja, zeker. Nu helemaal. Nu ik weet dat de Eredivisie Club komt. Nou, jij komt terug in de podcast in september, hè? Na het sluiten van de transfer. Hoe was je vakantie in Italië trouwens? Ja. Dat was fantastisch. Op zondagavond toen kwam Jack Kriek bij me. Stadionspeaker, voordat we naar buiten gingen. En die zei van, jij gaat nu echt een hele drukke periode tegemoet. En ik zeg tegen hem van, dat valt best wel mee. Hè. De staf is compleet, de spelersgroep staat er goed op. Misschien links en rechts nog eentje, ga even lekker 5 dagen weg. En ik heb wel een paar keer aan hem gedacht. Want hij was best wel, hij raakte een beetje geïrriteerd van, hoe kun je nog zeggen dat je niet druk bent? Want het is toch hartstikke druk? Ja. Hij wel gelijk had. Ja. Dus het was een wat andere vakantie dan ik aan de voorkant had gedacht. En jij bent lekker naar Griekenland geweest. Ja. En me opgeladen voor de mooiste periode uit je leven.
Nou, zei je net. Nou, dat is het wel, zakelijk gezien. Dus in dat opzicht heb je daar helemaal gelijk in. Mooi. Ja. Geniet de thuisfront ook mee? Ja, die vindt het hartstikke mooi. Ja. Ja. En een voetballende zoon, mag ik niet zeggen bij welke club die speelt, maar die... Is dat de club waar je zelf ook hebt gespeeld? Nee, Excelsior onder 13. Dus hartstikke leuk voor hem. Dus die speelt 2 jaar binnen bij een BVO. Dus die vindt dat helemaal geweldig. Ja, leuk man. Nou, heel veel succes, heel veel plezier. Wij gaan hier afronden. Vond je het leuk om er te zitten? Ja, ik vond het hartstikke leuk. En misschien sluit ik nog een keertje aan. Nou, zeker. De trainer van Sparta is altijd en overal welkom. Dat is mooi. Wel lekker. Nou, dat is fijn om te horen. In heel Rotterdam ga je gratis eten als je straks 9 punten uit 3 wedstrijden hebt. Dus, ja, dat is, daar liggen geen verwachtingen, hoor ik alweer. Heel goed. Dankjewel. Heel veel succes en heel veel plezier, want je moet ook een beetje van genieten. Zeker, dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Ruud, Anton. Ik mag nog een podcast gaan opnemen met deze stem. Ik ben een beetje verkouden. Maar wij zijn 9 augustus terug. En tot die tijd zie je gewoon ook alle oefenwedstrijden bij Sparta. Bij Bergambacht zijn we erbij vrijdag. Mooi. Dus kan je vrijdag ook een samenvatting van die wedstrijd bij ons online zien. Mooi. Dus, dankjewel. Nogmaals, nog 6 seconden jongens. Winnen, dan zijn we klaar. Ja, Bergambacht. Winnen. Vorig jaar tegen steeds hoger 24-0. Dus je weet wat je te doen staat. Die deel er nu in? Die komt er nu in. Is dat die vrouw uit dat toneel? Als Spartaan zijn wij geboren. Als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!